NEC lijkt de vorm van voor de winterstop teruggevonden te hebben. De Nijmegenaren wonnen 2 wedstrijden op rij en gaan vrijdag met een goed gevoel naar Friesland, waar sportclub Cambuur de tegenstander is. Winnen doet natuurlijk veel met een ploeg, hè. Kijk, dan kun je, dan komt er meer vastigheid, dan spelen ze met meer vertrouwen natuurlijk. En dan kun je ook echt doorontwikkelen en daar concentreren we ons op. Ja. Trainer Pepijn Leinders kan 2 redenen aanvoeren waarom er een kentering lijkt te hebben plaatsgevonden. Als wij beter aan de bal zijn en beter positiespel spelen, sneller onze voorste 4 aan de bal krijgen op de juiste plekken met gezicht naar de goal. Met aanvallende spirit spelen als het ware. Ja, dat is 1 reden. Dan hoef je gewoon minder te verdedigen. Beter aan de bal. Dat is 1 reden. En de tweede reden is iedereen, maar dan ook iedereen. En dat is de perfecte wereld natuurlijk. Is bezig om de tegenstander te verdedigen. Hè? Waar we ook zijn op het veld. Dus, ja. Mohamed Rai is op de weg terug, maar nog niet wedstrijdfit. Braken kan vrijdag ook niet meedoen. En dat is een aanbelating voor de aanvalslinie van NEC. Ja, iedereen moet gewoon klaar zijn. Hè? Wordt een 1,5 maand reguliere competitie dan. Hè? Maar het gaat vooral om dat iedereen klaar is om mee te helpen. En daarvoor hebben de wisselspelers ook gespeeld afgelopen dinsdag, hè, uit bij Heracles. Het wordt een hele goede periode. Alleen, en een mooie periode voor de boeg. Maar de wedstrijd tegen Cambuur staat nu centraal. Het vertrouwen stijgt met de wedstrijd. Ja, heel eerlijk, elke week komt er een moment dat je het gevoel hebt, oké, nu gaan we het doen, snap je? En dat was toen ook. Dat kan door de analyse komen, door de meeting, door bepaalde trainingen. Maar er komt altijd dat moment van, oké, nu zijn we voorbereid. Dat gevoel is nu ook weer. Dus 100% concentratie. Datgene doen wat wij graag willen doen. Het uitduel is het begin van de 4e periode. Cambuur zal ongetwijfeld scherp uit de startblokken willen komen. Ja, wat een goede test. Uitdaging. Uit. Goede ploeg. Ja, wij kijken naar uit. Hè. We willen juist dit soort type wedstrijden. Hè. Dan kunnen we onszelf testen en dan kunnen we de volgende stap maken. En dat willen we als team zijn. Hè. Daar focussen we continu op. We focussen gewoon om goed voetbal te spelen. Dat is subjectief, hè. Maar voor ons goed voetbal spelen. En, ja, dus... En als we dat gewoon daar de concentratie op ligt met z'n allen in de week, in de voorbereiding naar deze wedstrijd, ja, dan hebben we gewoon een hele goede ploeg, denk ik. Vrijdag om 8 uur in Leeuwarden, Sportclub Cambuur tegen NEC.